Ik ben de Amsterdam iStar reporter. En we gaan het vandaag hebben over de Chinese maffia, ook wel Triads genoemd. De misdaadgroep waar, hoegenaamd, het zogenaamde maffiajournalistiek trek ook maar nooit één woord over heeft gepubliceerd. Deze keer ben ik in de hoedanigheid van, uiteraard weer auteur, op deze episode beschrijf ik weer in deze twee boeken, The Kill Fields of Amsterdam en Drugs van de Spijkerbroek, de enige die ooit echt aandacht heeft gegeven aan de oppermachtige Chinese maffia, zowel in Amsterdam als wereldwijd. Het extreem laffe crime site maakt het helemaal bond met hun zogenaamde boek, de Top Crime 100 van Nederland. Want in dat boek van hun wordt notabene niet één Chinese maffiabaas genoemd. Sterker nog, daar voeren zij onder andere op als een van de top 100 crime mensen, nog wel op plek 45, de zwakzinnige TBS-moordenaar Martin Kok. Dit verhaal uit de oude Pannoche-doos begint vandaag op de Stad aan de Straat. Eind jaren 80, begin jaren 90, had hier de allergrootste casinobaas van Nederland in die tijd, Gerrit Rielkens uit Rotterdam, een illegaal casino. Aan de deur stond mijn vriend en voormalig Nederlands bokskampioen middengewicht Henko Baars als portier. Het waren de gouden hars en goktijden van de vrije jongens van Jacobs en Van Es. Die zijn de afgelopen 20 jaar vakkundig de nek omgedraaid door de ratten in pak met de corrupte justitie van de VVD. Maar dat is een andere vraag. Kom. Dus in die tijd kwam ik hier ook eens bezoeken. Het was nog voor de tijd van de Happy Family, maar wel al toen het buurthuiscentrum een knooppunt er was. En op een avond zat ik hier Russisch te pokeren. En dat ging met grof geld, want vergeet niet, het was de gouden hartstijd. Ik stond op een gegeven moment in een tijdje Russisch poker duurde de hele nacht. En tegen 6 uur 's morgens stond ik met 50.000 gulden voor. Ook in die tijd niet mis. Maar goed, zoals zo vaak gaat met poker, in nog geen 10, 15 minuten was ik mijn winst kwijt en stond ik gewoon 10 rug in de min. Maar daar gaat het hier even niet over. Wat er gebeurde toen wij weggingen, rond een uur of 6, 7, werd ik de volgende dag gebeld, in paniek, door een van de tiradebazen. Want aan die tafel zat een oude Chinees die de gemiddelde Nederlander nog niet een gulden zou geven. Die was, toen ik hieruit kwam uit het illegale casino, illegaal, maar ja, open en bloot in die tijd, want de politie werd gewoon betaald om hier geen info op te doen, werd hij aangehouden door een arrestatieteam. In die tijd lag het anders als nu, maar het was ook een soort arrestatieteam. En werd mij verzocht dringend een advocaat van hem te regelen. Dat heb ik gedaan. Ik heb toen gevraagd aan Gerard van Asperen, die later vicepresident werd van de strafkamer van Amsterdam, of hij die zaak wilde doen. Ik zal het verhaal even kort maken, maar het is toch wel een leuk feit. Hij werd door de Chinezen nooit bij zijn echte naam genoemd, maar in het Chinees werd hij genoemd opa. En later heb ik begrepen, langer met de Chinezen omging, dat opa een soort eretitel was in de tirades, dat je eigenlijk de hoogste baas bent. Kennelijk was opa hier dus voor een paar weken in Amsterdam, vanuit Thailand toen de tijd, of Singapore, ik weet niet precies waar ze toen hun hoofdkantoor hadden. Maar in ieder geval, ik hoorde dus van meester Gerard van Asperen dat hij de eerste persoon in Nederland was die gearresteerd werd uitsluitend op taps uit heel Europa die ze verzameld hadden. Ze hadden een half jaar lang dus telefoongesprekken in. Met name ook in Italië, maar door heel Europa en Nederland, getapt. En er werd steeds bij grote beslissingen en grote partijen, in codes weliswaar, werd de naam Oompie gebruikt als degene die het voor het zeggen had en de baas was. Opa. Dus, opa zelf hadden ze niet kunnen tappen, want die gebruikte nooit de telefoon. Maar het feit dat hij, volgens de politie, opa was, was voor hun voldoende alleen op tapgesprek om aan te houden. Nou, na een eerste aanleg bij de rechtbank kreeg opa 14 jaar aan zijn broek.
En de Chinezen waren niet zo blij met Gerard. Dus kwamen dus bij mij, want er was een behoorlijke som geld overgedragen. Toen hebben ze dus, als ik het goed herinner, Moskowitz op sprong genomen en in hoger beroep is hij vrijgekomen. Dit is een beetje het verhaal van de sfeer in de tijd van de jaren 80, 90. We zijn dus het verhaal is nu aanbeland in de jaren 80. En we hadden hier toen een knoert van een casino. Wij noemden het Spui nummer 10, dat was de naam in de onderwereld. Oude Penosa kent het nog. Maar het zat in deze steeg. En het was zo groot, daar konden makkelijk 1000 man in. Moet je je voorstellen, een illegaal casino waar 1000 man in kan. En we hadden ongeveer 20 man personeel. Dit casino had ik een aandeel in van 25%. De overige was verdeeld over de Chinese tiraden. Een deel voor de Indonesische maffia met Ronnie Toon. En een groot deel voor degene die het ook eigenlijk dagelijks runnen, de familie Ang. Een zeer bekende en steenrijke Chinese familie met een aantal gamblehalls. Even ironisch, ik wil toch even de kijkers de aandacht op vestigen. Ik sta toevallig ook voor de Maison, de Dam. Het paleis van de grootste gangster van Nederland. En dat is Graai King Willem en zijn familie. En deze mensen blijven er altijd gouden tijden. Zolang de gevestigde orde aan de macht is. We gaan nu even de steeg in. Kijk, zoals ik al zei, het paleis van Graai King Willem staat er nog steeds. Sterker nog, wordt om de havenklap gerenoveerd en opgeknapt. Kosten van het grote volk. Maar ons casino heeft het loodje gelegd. Het hele gebouw is gesloopt. Een leuke feitje nog voor de luisteraars. Iedere vrijdagavond kwamen wederom twee regisseurs van bijzondere wetten van Bureau Warmerstraat, het Graaibureau in die tijd, gewoon aan de roulette tafel, beren druk, stond wel 50, 60 man aan de tafel, op zekere vrijdag. En dan stonden ze in hun regenjassen, van Janssen en Janssen regenjassen, kwamen ze toen 1 of 2000, en het heette toen Katje. Kreeg ze een envelopje, bleef ze even hangen en gingen ze weg. Misschien toch nog leuk om te vertellen, aan de deur stonden toen de tijd als security de Molukkers en wederom ook natuurlijk Henko Baars. Een aantal van die Molukkers behoorden tot de treinkapers. Ze hadden dus veel Molukkers leren kennen en ook het verschrikkelijke verhaal achter de Molukkers uit eerste hand gehoord. En in die tijd waren ook die illegale casino's een soort verzamelpunt van de ontheemden uit het voormalig Indonesische VOC-rijk, van de Molukken, maar ook van de Indonesiërs, maar ook zelfs van Nieuw-Guinea. Die kwamen dan op vrijdag uit heel Nederland met hun hele familie. Kwamen ze dus naar het casino, deden ze een weekendje Amsterdam, kregen ze gratis eten en drinken. Ook gokten ze natuurlijk, want ze waren echt zotte gokkers, helaas. Maar ze konden er gratis blijven slapen en eten. Dus het was ook een soort verzamelpunt voor mensen die zeg maar ontheemd waren en hun land kwijt waren. En zo heb ik dus ook kennis gemaakt met de Indonesische en Ambonese cultuur. Het waren mooie tijden, maar die zijn al lang en lang vervlogen. We gaan nog even naar kolk nummer 5, waar we dus ook nog een casino gehad hebben. Punt. En nu bij de kolk, en daar hebben we ook een casino gehad. Hier had ik slechts 10 of 15% aandeel in. Wederom met de Akong, dat is een naam voor de Chinese maffiatiraden. Maar, we lopen voor mee, nummer 5. Toch een anekdotisch verhaal te vertellen. We zaten hier dus echt te gokken. En toevallig was het toen heel erg druk, toen werd er gespeeld Banco. En toen lag er dus werkelijk waar, ongelooflijk van nummer 5, waar het zat, lag er 1 miljoen gulden cash op tafel. Dat is voor zo'n potje van 1 miljoen. Ja, de gouden hartstijden. Wat gebeurde er die dag? Heeft ook in de krant gestaan. Een van de weinige keren dat ze eigenlijk dus de Chinezen arresteerden, met resultaat. Een van de Chinezen die ook die aandeelhouder was, niet eens een echte hoge baas, maar een soort van middenkader, die hadden ze schijnbaar al een maand of drie afgelegd. En
zonder dat wij het wisten, lag er dus 4 kilo, nummer 4, heroïne, in het casino. Met een waarde in die tijd van 130.000 gulden. Je moet weten, het zogenaamde nummer 4, witte Chinese heroïne, is de sterkste heroïne ter wereld met een meldpunt van 230. Als je het versnijdt, maak je er 7 kilo Turkse bruine heroïne van. Wat er ook gebeurde dus, die dag, volle inval. De Chinezen die ze ervan verdachten eigenaar te zijn van de heroïne, werd aangehouden. Maar waar iedereen het meest ziek van was, ik denk dat er die dag een kleine 2, 3 miljoen gulden, zwart geld natuurlijk, in beslag was genomen. Waarvan het potje wat op tafel lag. Maar ik kan u zeker kijken, het is toch een interessant gezicht. Als je alle briefjes van 1000 voor één potje baccarat, punto banco in 1 seconde weg, op tafel ziet liggen. Goed, dat waren echt de gouden hastijden. Ja, dat mag. We zijn nu in de buurt van de Sea Palace. Van meneer Butt in de tijd, die is inmiddels overleden. Kijk of het daar. En daar aten we dus bijna dagelijks in de gouden hasperiode van de illegale Chinese casino's. En toen de Chinese tirades hier nog hurry op aanwezig waren. Je had twee soorten diners heb ik daar meegemaakt. Eentje waar ik een beetje opgelaten zelfs voelde. En eentje wat gewoon relaxed was. Omdat meneer Butt een hele goede klant was van onze casino's, waren we, ik en Ronnie toen een beetje verplicht om ook eens een keer daar te eten. Dus we hebben daar een keer gegeten. Ronnie met zijn vrouw, ik met mijn vrouw, Butt met zijn vrouw. En toen werd er voor ons klaargemaakt, speciaal. Dat noemden ze de pot van Boeddha. En dat was een soort echte haaienvinnensoep. Zou ik nou nooit meer eten. Want ik zou nooit echte haaiensoep meer eten. Want zonder die dieren uitgemoord worden. Maar goed, wist ik veel in die tijd. En ik vergeet niet. En een speciaal, heel speciaal, echt babyspeenvark. Nou, ik moet zeggen, het smaakte eigenlijk goddelijk, laat dat gezegd zijn. Maar, moet je je voorstellen, in die tijd, we moesten dus wel afrekenen 5000 gulden voor één diner. Je moet je voorstellen, 5000 gulden. Maar goed, ik heb ook andere diners meegemaakt. En dat vond ik gênant, voelde ik me opgelaten. Ik heb er een aantal keren gegeten bij Sea Palace met de diverse triadebazen, Chinese maffiabazen. En dan hing er een hele andere sfeer. Er hing een sfeer van extreme nervositeit bij de bediening en bij de eigenaren. En ze bedienden je alsof ze de dood in de ogen keken. Ze vlogen van de tafel, ze bleven er ook bij staan als een soort van slaven. En die betaalden nooit. Dat was een soort ongeschreven regel. Als de bazen van de triade kwamen eten, en ik heb menigmaal meegegeten, en ik vond het erg gênant en ik voelde me opgelaten en ik hou daar niet van. Dan kun je wel zeggen, is het plat Amsterdams. Dan trilde het dak van Sea Palace. En er werd nooit en nooit betaald. We staan hier dus bij het Marriott Hotel, het Leidseplein. En dit verhaal gaat eigenlijk over, er is altijd baas boven baas in de onderwereld. We binnen en we gaan kijken of de bank er nog staat die een hele cruciale rol in het verhaal baas boven baas speelt. Want het was een bank waar eigenlijk maar 4 mensen oppasten. Maar de Chinese maffia propte naast Jotse, de ongekroonde koning van de Amsterdamse onderwereld, Hugo Koning. En zijn rechterhand een voormalig Stasi-agent. Wiens naam ik hier niet noem, dat hij nog steeds leeft en opereert in Nederland. En deze bank gaf haarfijn uit, de baas, die gaf haarfijn aan dat er altijd baas boven baas. Ik ben benieuwd of die bank er nog staat. Ik zie het al, het is helemaal gebouwd, is wel te begrijpen, het is ongeveer 20 jaar geleden. Dus die bank staat er niet meer. En dat is jammer, want het had precies aangegeven hoe het een beetje toegaat in de onderwereld. Ja, het is helemaal gebouwd. In de tijd dat ik hier een afspraak had met de baas van de Chinese tirade en met Jotse en zijn rechterhand, kon je het hoekje hier dus in. En er stond daar dus in de hoek een bankje, zeg maar, voor 3 personen. Wat gebeurde er? Um,
Jotzer had er lucht van gekregen dat ik heel goede band had met de Chinese maffia. En die wilde dus via mij twee stuks nummer 4 bestellen. Nou, deed ik sowieso niet in heroïne, maar het verzoek van Jotzer, als je dat weigert, het had onmiddellijk consequenties. Dus ik zat een beetje in een lastig pakket. Te meer omdat die ging om een kleine 250.000 gulden. En ik natuurlijk ook wel begreep, als die bestelling via mij gedaan werd, dat het betalen wel eens probleem kon opleveren. En de Chinezen hebben één motto: dat ze jou geven, jij betalen. Die hebben niks met verhaaltjes te maken, zoals in heel veel voorkomt in de Nederlandse onderwerp. Ja, maar ik heb het aan hem gegeven, hij weer aan hem, en sorry, ik ben het kwijt en ik kan er niks aan doen, een beetje huilen. Nee, dat werkt niet bij de Chinezen. Ik heb het jou gegeven, jij betaalt het terug. Nou, dus dan zat ik een beetje met het probleem, daar heb ik dus over nagedacht. En ik ben naar mijn Chinese vrienden gegaan. En ik heb hem gezegd, nou luister, Jotzer, en die was toen het eigenlijk echt algemeen bekend, heeft bij mij aan mij gevraagd of ik twee stuks wil regelen en aan hem wil geven op krediet. Ik zeg, en ik heb zo gewaarschuwd, ik ga ervan uit dat hij mij niet wil betalen. En ik kan niet op tegen Jotzer. Ik niet en in die tijd bijna niemand. Dus ik zeg, dus wat moet u, kunnen jullie mij helpen? Zei de Chinese, is lief, jij bent onze vriend, laat maar gaan. Maak een afspraak met Jotzer in het Marriott Hotel en dan komen we eraan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik zeg tegen Jotzer, ik heb niet gezegd dat de Chinezen zelf kwamen. Ik zeg, ik heb het voor je geregeld. Ik ga maar zeggen, dinsdag om 5:00 Marriott. Dus op het einde dus een bankje. En dat zei Jotzer dus met zijn rechterhand, ik doe nogmaals zijn naam niet. Maar laat ik zeggen, een pittig mannetje, ecstasieagent. En de afgesproken tijd, zeg maar 5:00, kwamen twee Chinezen aan. En die zeiden dus tegen Jotzer of hij mee wilde komen naar het hotel hiernaast. Maar ze kwamen al om te beginnen een kwartier te laat. Wat op zich al in die kringen een soort van belediging wordt opgevat. Dat je de grote baas Jotzer zonder een kwartier laat wachten. Dus was een beetje geïrriteerd. Ik zit hier al een kwartier te wachten. Ik ga hier niet meer vandaan. Laat jullie baas maar hier naartoe komen. Nou. Dat is net een film. Zo'n Godfather film. Dat moment, 15 uur later, twee Chinezen gingen weer weg. Keurig gepakt, onopvallend. Kwamen terug met een mannetje 14. Waaronder, ik zal het nooit vergeten, een mega grote, dikke, Thaise sumo-worstelaar. Een reus. Dus dat maakte nogal wat indruk op Jotzer toen dat hele geschreven werd, inclusief de baas van de tirade, persoonlijk. Dus ze kwamen aanlopen, dus ik zag ze aankomen. Ik zeg, ik was trouwens met mijn Pakistaanse vriend, een setbaas van de MQM Party, ook een hele grote jongen. Die zijn naam kan ik wel noemen, want die gebruikt altijd valse namen, Rashid. En dus ik zeg, nou joh, ik zeg, hier zijn ze. Dus ik kan wel gaan. Ja, hij was natuurlijk een beetje verbouwereerd. Het hele gezelschap kwam al aanlopen. Dus ik loop eigenlijk zonder te wachten op zijn antwoord, liep ik weg. Met mijn Pakistaanse vriend. En ik kijk toch achterom in mijn ooghoeken en ik zie dat er voor zo'n Jotzer zit op de bank. Zeg maar zo'n bank is dit ongeveer. Met die grote. Met zijn vriend. En ik zie dat aan twee kanten twee Chinezen zich erbij indouwen. Dus ik zie ze opeens zitten als haringen in een ton. En ze slikten dat. En dat is een signaal in de onderwereld van eigenlijk, als je dat accepteert, is wel duidelijk wie hier de baas is. En toen ging de Chinese de baas met twee bodyguards tegenover hem zitten. En de rest, helemaal, het leek wel een Chinese stand geworden. Ja, maar dan in Hongkong, vol met Chinezen. Ik denk, nou, ik zal wel wat te horen krijgen. Ik was mee met Jotzer. Ik spreek dus de Chinezen direct na die ontmoeting en die vertelde mij hoe het gegaan was. En het ging als volgt. Ze hadden tegen Jotzer gezegd, jij wil 2 kilo nummer 4 op krediet. Geen probleem, wij geven je de 10. En dan hebben ze het over 1,5 miljoen gulden op krediet. Jij kan de 10 van ons maken. Dat heeft Jotzer geweigerd. Jotzer was opeens... Moest er even nadenken, was er niet helemaal zeker van zijn klant, hij hoefde niets op krediet. Terwijl heel Nederland en heel Amsterdam in die tijd wist dat iedereen afgeperst werd en neergeknuppeld en vermoord
om mijn spulletjes af te pakken. Maar van deze Chinese wilde hij 1,5 miljoen gulden even niet de crediteur. Ik hoorde een paar weken niks van Jots en ik was eigenlijk opgelucht. Ik denk, geen nieuws, goed nieuws in mijn geval. Want je weet natuurlijk nooit hoe hij dit avontuur met de Chinezen, waar ik toch de aanleiding was, had opgevat. Hetzelfde geld schieten we mijn lampen uit. Dus ik zat er toch een beetje over na te denken. Hoe zou dat nou aflopen? Ik was daar niet gerust over. Maar goed, ik word op een gegeven moment kom ik Jotsen weer tegen, bel hem op, kopje koffie, mijn goede vriend. En toen zei hij dit, en dat zal ik echt nooit vergeten, baas boven baas. Hij zegt, Steve, der vrienden, die Chinese vrienden van Doe, zijn zeer goede zakenleute. En de moraal van het verhaal is dus, er is altijd weer baas boven baas. En onze volgende uitzending gaat dus over de andere grote baas, waar ik het net over heb. De ongekroonde koning in een bepaalde periode en in een bepaalde laag van de onderwereld, waar dus de Chinese en de Turkse maffia buiten vallen, maar zeg maar van de Hollandse penose, de ongekroonde koning, Jotse Jotsik. Eind jaren 80, begin jaren 90 woonde ik en mijn familie hier in de Michelansjöstraat. Precies tegenover het Hilton Hotel, waar overigens Klaas Bruinsma is vermoord. Door de Jugo-maffia. En waarvoor ik eigenlijk, zijsprongetje, ook nog 3 maanden met alle beperkingen in voorarrest heb gezeten aan de moord op Tony IJsseldoorn. Waar ik uiteindelijk 80.000 gulden schadevergoeding voor kreeg, dat ik daar onschuldig heb gezeten. Wat de politie natuurlijk af van tevoren af is, maar goed, dat is een ander verhaal. Nou ja, toen ik hier woonde, is wel grappig, want wij woonden daar natuurlijk tot grote ergernis van de elite rat in pak die hier woonde. Kwam regelmatig de grote Chinese baas van de Akong, wiens naam ik natuurlijk ken. Ik ken zowel zijn Chinese naam als zijn nep Engelse of Nederlandse naam. Chinezen hebben namelijk voor de gewoonte van de tirades. Als ze bijvoorbeeld in Nederland komen, of welk land er ook in de wereld, dan nemen ze een nepnaam aan. Dat is heel grappig, dus bijvoorbeeld Johnny of Johnny of Andrew of Pietje. Chinese Pietje bijvoorbeeld, die heb je ook echt. Hun echte Chinese naam hoor je nooit. Dus dat maakt het extra moeilijk voor de politie. Oké. Ik wil het nu in dit gedeelte hebben over het keiharde, bikkelharde, moorddadige gezicht van de Chinese tirades. Die overigens al 300 jaar bestaan. En volgens de Hong Kong Triad Police meer dan 1 miljoen leden wereldwijd hebben. Het is niet voor niks dat hun de machtigste georganiseerde misdaadgroep zijn in de geschiedenis in de hele wereld. Ik zat dus te praten met mijn grootste vriend, de baas van de Akong, die overigens zelf 3 mensen had doodgeschoten op de Nieuwe Markt. En terwijl we zaten te praten, kwam iemand ingevlogen. Ik meen toen nog uit Singapore, dat ze daar toen nog zaten. Later zijn ze eruit gegooid en zijn ze naar Taiwan gegaan. En die was speciaal ingevlogen om een aantal mensen te komen vermoorden. Waaronder, als ik me goed herinner, de Warmoestraat-regisseur van de Spek, die enige Nederlandse regisseur die gespecialiseerd was in de Chinese maffia en naar, als ik me goed herinner, ook 1 dialect sprak. Ik geloof Mandarijns. En het vervelende weer met de Chinese onderwereld is dat er zijn 300 dialecten in China. Dus als je er 1 kent, wil niet zeggen dat je ze kan afluisteren, want ze kunnen nog wel 10 andere dialecten spreken. Maar goed. Ik zat dus met hem te praten over een en ander. En toen kwam er dus die jongen waar ze op zaten te wachten, die kwam binnen, die was net op zoveel te strippen af. En het was toch een beetje een afwijkend type. Het was een heel iel mannetje, uitzonderlijk netjes gekleed, met Engelse broederjas, met leren dunne dameshandschoentjes. En hij had een beetje het gezicht van een kwee-achtige Chinese kwal. Ja, en een kwal bedoel ik niet letterlijk, maar zo'n soort heel kweeën gezicht, met geen licht in zijn ogen. Dus op een gegeven moment, ik zeg tegen mijn vriend, ik noem zijn naam niet, de baas. Ik zeg, wat komt die hier doen? Ik zeg, wat is dat nou weer voor iemand? Hij zegt, ja, dit is our special killer en we flew him in to do some jobs. Dus ja, en hij doet dus nooit zijn handschoenen uit. Dat vond ik wel grappig, dat heb ik nog nooit gezien. Dus ook gewoon een visite, die een kop koffie. Hij hield in mijn huis ook al zijn handschoenen aan. Maar fijn. Toen kwam op een gegeven moment te sprake, had ik het met hem over de al een tijdje. Wat ik persoonlijk de meest innemende, charmante, heel rustig, het zijn nooit een onvertogen woord, nooit agressief, een echte puur sang gentleman. Ook qua hoe hij gekleed was. Hij heeft er nooit zijn stem.
altijd vriendelijk. Ik zeg, waar is, laat ik hem maar voor gemak Wong noemen, waar is Wong eigenlijk? Ik zeg, dat vind ik nou echt van jullie groep ongelooflijk een ras echte Engelse gentleman. Waarop lichtelijk geïrriteerd mijn Chinese vriend zei, de baas dus, die voelde zich misschien een beetje aangesproken, omdat hij wist dat ik wist dat hij minimaal 3 mensen had vermoord. Hij zei, nou, die zogenaamde gentleman, die jij zo'n gentleman vindt, die was dus door ons naar Duitsland gestuurd. Want er moest iemand een paar 100.000 gulden betalen, die stond erachter. En die heb een brandende sigaret in zijn 2 ogen gedouwd. Goed, dat was even schrikken. Had ik niet achter die gentleman gezocht. En nog een voorbeeldje van hoe ze de discipline en de angst erin houden. Ik heb me vaak afgevraagd, het is een keer bijvoorbeeld werd er bij een inval landelijk 21 bendeleden van deze bende opgepakt. 15 kilo heroïne en meer dan een paar miljoen gulden en een heroïnelab. En van al die 21 mensen was er niet één die sprak, niet een woord, niet eens hun naam. Dus ik dacht bij mezelf, in tegenstelling tot de Nederlandse onderwereld, als er bijvoorbeeld 2 mensen van de Nederlandse onderwereld gepakt worden, dan is het meestal dat die alle 2 al praten. Maar bij de Chinezen altijd wordt er gezwegen. Ik begreep het niet helemaal. Toen heb ik daar eens over gepraat en toen hebben ze mij verteld dat ze hebben de volgende regel. Als je praat, je zit namelijk in de tirade, het gaat bijna van vader op zoon, van kleinzoon bij grootvader. Sommige families zitten dus al 100, 150 jaar bij dezelfde tirade, moet je je voorstellen. En als iemand verraadt uit de tirade, dan staat er een Chinese straf op, dat noemen ze tot de 3e generatie. 3e generatie, dat wil zeggen, als iemand verraad pleegt, dan wordt zijn vrouw vermoord, zijn ouders vermoord en zijn kinderen. Nou, je moet, als je zo in de cel zit, neem je zelf maar, en je weet dat je praat, dat je hele familie, want die familie zit natuurlijk nog gewoon in China of in Singapore, niet in Nederland. Ze komen altijd alleen. Ja, dan heb je wel een reden om niet te praten. Een voorbeeld daarvan heeft in de krant gestaan, een jaar of 10 geleden. Werd heel mysterieus, onverklaarbaar voor de Rotterdamse politie. De Chinese familie vermoord in zijn huis. En die hadden een baby. En zelfs de baby is vermoord. De politie is er nooit achter gekomen wie de dader was of wat de motivatie is. Maar toen ik het las, begreep ik me al te goed wat hier gebeurd was. Hier was de Chinese regel toegepast. Kind ook vermoord. Nou, deze boeddha, is een antieke boeddha, meer dan 200, 300 jaar oud, heb ik laten testen in Thailand. Werd zeer heilig beschouwd door de monniken daar. En zeldzaam heb ik gehad van deze baas ter bescherming als er op me geschoten zou worden. Nou, dat heeft misschien wel gewerkt, want er is op me geschoten. 2 keer, hier en door mijn armen. En ik heb het overleefd, dus deze heb ik al 30 jaar om. Tot slot misschien een leuke anekdote van een takeaway China. Ook in een bepaalde periode hadden ze ruzie met de baas en de eigenaren van Sea Palace. En naar ik meen hadden ze geweigerd een aantal keren, zal ik maar zeggen, het beschermingsgeld te betalen. Het wekelijkse beschermingsgeld. En toen waren ze aan het overleggen en ik zat er gewoon bij en ze vertrouwden mij. Toen waren ze dus voornemens om een raket naar binnen te schieten bij Sea Palace. Ik zou zeggen, dat is nog eens een Olympia die ze naar binnen schieten. Maar in die sfeer speelt ze het af. Nou ja, en we kunnen deze uitzending natuurlijk niet beëindigen zonder een beetje kleine Chinese wijsheid. In dit geval geen fortune cookie. En ook niet van Confucius, de Chinese wijsgeer. Maar een wijze les van een van de meest gevaarlijke Chinese maffiabaas die ik ooit ontmoet had. En dat was hier. Op de 2e etage van dit mega Chinese restaurant. Daar beneden zit trouwens voor de kenners Chopstick, waar we al 30 jaar komen. En echt een zeer goed authentiek Chinese restaurant. En daarvoor kwamen we voor de kenners bij Don Yong, die niet minder is. Nu komt de Chinese wijze. Ik had hier dus een afspraak met deze hele levens, want zelfs onder de Chinezen bekend, levensgevaarlijke maffiabaas. En toen wij hier kwamen, ik met mijn Chinese partner toen de tijd van Pakistan, een van de setbaas van de MQM Party, de tegenhanger van de People's Party, kwamen we in de traptes op en kwamen we in de 2e etage. Het is een heel, heel druk restaurant. En toen wij kwamen, helemaal leeg. En er stond een van de grote ronde tafels, daar zat dus de Chinese baas. Heel iel mannetje.
wat dat gezegd zijn, ook niet echt een interessant bombroso, zware crimineel, toch wel een doorsnee, zeg maar, Chinees. Naast hem, aan beide kanten, zat ongeveer 8 of 9 bodyguards. En het personeel, dat is eigenlijk wel heel apart, met een soort van soprano tour. Stond 8 man overs, stond eigenlijk standby bij elke winkel in het bedienen. En toen, ja, we hebben een zaak over moeten natuurlijk, en niet zo relevant waar het over ging, maar toen kwam op een gegeven moment, hij had namelijk nog geen paar dagen voor tijdens een zware gokenpartij, s'nachts in een van de illegale Chinese casino's, had hij aan de tafel, kwam een soort woordenwisseling of het over het gokken ging of over misschien een mislukte deal, maar hij trok ineens een mes, dat was het gesprek van de dag in die tijd in onze kringen. En aan die tafel zelf duwde hij het mes dwars door de keel heen van over, die op slag dood was. Maar midden waar iedereen bij was in het casino. Hij heeft er uiteraard nooit voor vervolgd. De politie heeft ook nooit geweten waar dit over ging. Want de Chinezen, heb ik uitgelegd, is erg gesloten, de Chinese community. Zeker de tiradekringen. Maar goed, hij gaf me één wijze les. Dus ik vroeg hem op een gegeven moment waarom hij dat gedaan had zelf. Hij heeft zoveel bodyguards. Ik zei, listen Steve, if you are really in trouble, all your bodyguards fly away. You have to do it yourself. Dat heb ik heel goed in mijn oren geknoopt. Als met puntje bepaald je komt, heb je niks aan je bodyguards. Dan moet je je eigen broek ophouden. En dit is het einde van deze uitzending.